Na een voetbalvrij weekend rolt de bal aanstaande zaterdag weer voor Vitesse in de Eredivisie. De Arnhemmers gaan op bezoek bij AZ. Een aantal Vitessenaren, zoals bijvoorbeeld Labiad en Aschente, hebben vorige week interlands gespeeld. De vraag is daarom hoe de ploeg van Peter Bos er fysiek voor staat. Ze zijn gelukkig allemaal fit teruggekomen. Dus er waren er 7 uitgewaaid. En die zijn alle 7 fit teruggekomen. En de spelers die hier zijn gebleven, hoe is het daarmee? Daar is goed mee. Daar hebben we goed mee kunnen trainen. 2 keer behoorlijk zwaar kunnen trainen. En ja, om ons op die manier goed voor te bereiden op AZ. Piet ontbrak vandaag op de training. Wat is er met hem? Piet heeft een ontstoken teen. Daar heeft hij sinds deze week last van en niet kunnen trainen. Dus kan hij ook niet spelen tegen AZ. Dat betekent automatisch Eloy Room keeper. En Jeroen Houwe zag ik ook op de training, die zit morgen op de bank. Ja, klopt helemaal. Ja, dan even over de opstelling van morgenavond. Ben je er al uit? Ja, Kruiswijk is weer terug van zijn schorsing en die gaat gewoon beginnen. En dan ten koste van Goerham? Ja. Bij de Alkmaarders is John van der Brom sinds ongeveer 2 maanden de trainer. Van der Brom was in het verleden natuurlijk oefenmeester bij Vitesse en in die tijd haalde hij Jan-Arie van der Heijden naar Arnhem. De verdediger heeft goede herinneringen aan zijn oude trainer. Trainer met veel voetbalervaring, die natuurlijk ook zelf een goede carrière heeft gehad en daardoor een beetje de voetballerij al kent. En, daarnaast kan hij heel goed een team kneden en een goede sfeer brengen, waardoor de jongens alles voor hem doen. Abiola Dauda heeft inmiddels 5 doelpunten gemaakt voor Vitesse. De laatste keer was in de uitwedstrijd tegen Willem II. Aanstaande zaterdag hoopt hij zijn gemiddelde weer wat op te schroeven. Yeah, I hope to get on the score sheet. It's been 3 games now. I haven't got a goal, and yeah, but I don't think that one so much. The most thing I try to focus on is to do what is best for the team, and the team always comes first. And hopefully we can go there tomorrow, play our game, and get the 3 points. And hopefully I can be on the score sheet. AZ speelde 5 wedstrijden onder Van der Brom, en de Noord-Hollanders wonnen daarvan 1 keer. Dat was in de laatste wedstrijd tegen NAC. Nou, bij die laatste wedstrijd ben ik zelf geweest tegen NAC. Daar speelden ze met 2 spitsen. Met een blok van eigenlijk 5 mensen vooruitgeschoven die allemaal kunnen voetballen. En ja, het is wel een voetballende ploeg. Dus nou, ik ben benieuwd hoe wij daar tegen gaan spelen. Omdat over het algemeen dat hele leuke wedstrijden oplevert. Nou ja, ik denk dat AZ een ploeg is die wat vaker moet winnen. Ook gezien de resultaten of kwaliteiten in de ploeg. En de resultaten vallen daar een beetje tegen, denk ik. Maar ik denk dat AZ in de loop van het seizoen zal gaan klimmen en goede resultaten zal gaan boeken. Verwacht je ook gewoon een AZ dat morgen in eigen huis op de aanval speelt? Nee, AZ die zal toch afwachten. Die zullen toch rond de middenlijn, ergens rond de cirkel, ons opwachten om die ruimtes klein te houden en daar vandaan druk zetten. Maar goed, je weet het nooit tegen ons, want meestal doen ploegen toch altijd anders. Omdat ze op een of andere manier zich toch aan ons willen aanpassen. Dus misschien zetten ze wel vanaf het begin vroeg druk. Ik probeer mijn ploeg in ieder geval op alles voor te bereiden. En daarna zo snel mogelijk ons eigen spel gaan spelen.